Jos, de transferperiode zit erop. We hebben verschillende uitgaande en inkomende transfers gezien bij VVV. Hoe blik je erop terug? Ja, dit is altijd een onrustige periode. Uh, maar meestal uh, gebeurt dan uh, de ontwikkelingen pas echt concreet uh, in de laatste dagen. Dat hebben we nu ook weer uh, helaas mee. Mogen maken, maar uiteindelijk uh, hebben we het toch nog uh, het goed voor elkaar gekregen om op het laatste moment ook nog uh, twee nieuwe spelers uh, aan de selectie te kunnen toevoegen. Als we dan een aantal transfers eruit pikken, Erik Sorga is vertrokken, uh, maar we zijn huurperiode vroegtijdig beëindigd. Ja, ik denk uh, van beide kanten uh, hadden we er meer van verwacht en uh, ik denk dat we nu ook voor een ander type uh, spits gekozen hebben door uh, Nick Venema. Uh, voor Erik Zorga te vervangen. En ja, we hebben zelf nu al gezien uh, hoe belangrijk ook, uh, Nick al geweest is tot nu toe in die paar wedstrijden dat hij voor ons gespeeld heeft. Dus uh, ja, we hebben gekozen voor een ander type spits, die uh, ja, ook andere invullende kwaliteiten heeft. Wat verwacht je precies van Nick? Ja, liefste goals natuurlijk, maar ook dat hij uh, uh, ja, gevaar kan. Uh, kan uitstralen naar de tegenstander, maar ook voor zijn eigen spelers. Dat je altijd weet dat hij met zijn snelheid in de diepte of tussen de linies heel gevaarlijk kan worden. En dat heeft hij nu ook al laten zien, denk ik. Eerder zei je al dat je hoopt dat hij een goed duo kan vormen met een andere nieuweling, ook van Utrecht gehuurd, Ryan El Asrak. Tegen Dordrecht hebben we, denk ik, gelijk kunnen zien waar toe hij in staat is, toch? Ja, dat was heel mooi om te zien. Uh, Ryan werd uh, speler van, uh, van de wedstrijd, man van de wedstrijd. Uh, hij bekroonde zijn goede prestatie ook met een goal. Nick maakte de eerste. En Ryan uh, ja, speelde gewoon een hele goede wedstrijd. En, ja, hun hebben al uh, het laatste half jaar samen gespeeld. Samen altijd op 9 en 10. Dus uh, ja, ik hoopte wel op die klik dat ze uh, ja, een goede chemie hebben tussen elkaar en weten wat ze van elkaar. Kunnen verwachten en wat ze willen uh, in het veld zelf. Dus uh, ja, daar zijn we wel heel blij mee. L.A.S.G.K. is ook op uh, meerdere posities inzetbaar. Um, die posities had hij dan tegen doorweg. Is dat echt waar je hem het liefste zou zien? Ja, uh, voor Ryan is dat niet specifiek de tien. Uh, hij heeft de laatste half jaar regelmatig op elf uh, of op zeven. Links of rechts buiten gespeeld, dat maakt hem niet zoveel uit. Dus we hebben met hem ook wel een flexibele speler die uh, ja, op drie posities voorin makkelijk uh, uit de voeten kan. Er zijn er ook twee spelers op huurbasis uh, vertrokken. Aaron Bastiaans en Yannick Leliendal. Uh, beide zonder optie tot koop. Wat hoop je dat die verhuurperiode voor hen oplevert? Ja, In ieder geval hunzelf, dat ze hopelijk daar uh, veel speelminuten maken. Dat ze basisspeler worden. Dat was hier niet het geval. Uh, Simon Jans heeft zich uh, ja, fantastisch ontwikkeld op de linksbackpositie. Daar kwam Jannik niet aan voorbij. En aan de zijkant de voorin uh, was het voor Aaron ook heel moeilijk om een basisplaats te bemachtigen. Dus uh, beide zijn ook pas 19 jaar. Als ze bij uh, Helmersport en bij Top Oost de mogelijkheid krijgen om eventueel wekelijks in de basis te starten. En uh, voor een ontwik ontwikkeling is het natuurlijk veel beter om te spelen. dan dat ze bij ons uh, situatief maar uh, ja, aan de spelen toe kunnen komen. Ook uh, Christoffer de Graza vertrok uh, in de laatste dagen. Dat wordt opgevangen met de huur van Sam Dirks. met optie tot koop. Um, hadden jullie helemaal lang uh, op het lijstje staan? Ja, we hebben natuurlijk. Uh... Met al die jongteams, al die nodige ervaring. Maar uh, Sam heeft ook twee keer tegen ons gespeeld in de basis en goed gespeeld. En we hebben hem al een hele tijd op ons lijstje staan. We wisten natuurlijk ook al uh, eind november, begin december dat uh, Christopher ons mocht uh, verlaten. Als hij uh, een uh, nieuwe uitdaging kon krijgen. Uh, ook uit financiële redenen. Maar we hebben dit met Sam prima kunnen opvangen. En we zijn absoluut overtuigd dat hij ook een meerwaarde en een toegevoegde waarde kan zijn voor ons. Dan de meest opvallende transfer van de afgelopen periode. Danny Post, clubicoon, vertrokken naar Almere City. Um, veel over gezegd en geschreven. Hoe kijk je daarnaar? Ja, dat kwam uh, heel onverwachts. Uh, ik geloof in twee, drie dagen is dat uh, afgelopen week, op het eind van de week, uh, uiteindelijk concreet geworden. Uh, dat was bij ons niet in de planning. Uh, we wisten wel en hadden het vooraan af, uh, aangegeven dat uh, ook Tobias Spatje en Christopher Graza en eventueel Lucas Sima uh, in december of in januari nog de club konden verlaten. Mede ook uit het financiële aspect. Maar. Uh, bij Danny hadden we er niet op gerekend, uh, dus uh, ja, we moesten ook weer snel handelen. en uh, Dat hebben we nog uh, met Richard kunnen opvangen, uh, maar we zien Richard niet als uh, de opvolger van Danny. Omdat uh, Richard uh, um, van origine een uh, rechtsback is, maar ook linksback spelen kan en uh, ook uh, als centrale middenvelder. We hebben hem binnengehaald omdat hij op meerdere posities inzetbaar is. Dat maakt in onze kleine selectie wel uh, wat meer mogelijkheden voor ons. En uh, ja, het is wel ook een jongen met ontzettend goed karakter en uh, altijd uh, in dienst van het elftal, 100% uh, zijn taak uitvoeren, maar ook in zijn inzet en zijn wilskracht. Is het een, uh, ja, een fijne jongen, denk ik, die uh, in deze groep ook weer iets kan toevoegen met zijn eigen kwaliteit. Zetlachek is dus niet de opvolger van Post. Supporters hadden misschien wel een opvolger verwacht. Waarom hebben jullie dan toch geen opvolger gehaald voor hem? Omdat we die al in huis hadden. Uh, Mitch van Rooien. Hebben we afgelopen zomer uh, ook uh, kunnen. Uh, uh, binnenhalen en hij heeft uh, zich zeker de laatste drie maanden fantastisch ontwikkeld en uh, helaas is uh, Mitchell uh, nog steeds niet uh, terug uh, in de selectie, maar dat zal niet meer uh, zo lang duren en dan is Mitchell absoluut ook degene die op ons middenveld uh, Danny op gaat volgen. Of in ieder geval uh, de plaats van Danny in kan vullen. En dat doet hij en heeft hij al in de laatste maanden, naar volle tevredenheid gedaan. Dus uh, wat dat betreft, uh, hebben we dadelijk met Mitchell, met Richard, maar ook met ons, uh, onze jonge speler Jonas Stuyerszijd, de alternatieven in huis. Dus we, we hoefden en wilden ook geen uh, ervaren speler daarvoor terughalen. Deze jongens hebben het absolute vertrouwen van ons dat ze ook uh, voor VVV en voor het team belangrijk kunnen zijn.